Hajar, ruim 2 jaar geleden voor het VWO geslaagd op de Knip. Wat is er allemaal in die 2 jaar gebeurd? Goeie vraag. Best wel wat. Ik ben begonnen met studeren natuurlijk, maar ik ben daarnaast ook begonnen als jongerenvertegenwoordiger na de Verenigde Naties. Nou, wat ik eigenlijk ook allemaal in die 2 jaar heb kunnen doen, is best wel verschillend. De ene keer sta je ergens in de Achterhoek in Nederland een gastles te geven en de andere keer, bijvoorbeeld bij de algemene vergadering de afgelopen, heb ik samen met de koning andere wereldleiders kunnen toespreken bij de VN. Hajar Yagkoubi. As young people, we can't help but wonder in what kind of world we will be celebrating the next UN anniversaries. Maar het is bijvoorbeeld ook langsgaan bij ministers om eigenlijk advies te leveren. Heel veel inspirerende jongeren ontmoeten in die 2 jaar. Maar bijvoorbeeld ook op een conferentie in New York bij de Verenigde Naties zijn. Samen met andere politici en beleidsmakers. En eigenlijk gewoon heel erg proberen te pushen voor meer inspraak van jongeren. En dat zij hen ook gaan betrekken in de beslissingen die ze maken. Goed, we hebben het gehad over dat de Knip eigenlijk meer is dan een school. En voor mij heeft dat super erg betekend. Dat is ook de reden dat ik naast het katheder sta, dat ik bij de debatclub heb gezeten. En dat was toen onder leiding van meneer Vitelaas, meneer Talby en ook heel veel andere mensen die daaraan bijdroegen en ook leerlingen. En dat heeft mij persoonlijk zo erg kunnen helpen in wat ik gewoon later doe. Als in, ik heb echt nog steeds profijt van wat ik hier heb kunnen leren. Nou ja, ik ben met debatteren begonnen en uiteindelijk heb ik daarin zeg maar echt mijn interesse wel gewoon kunnen vinden in dingen die ik later nog ben gaan doen. Of dat dan spreken is in het openbaar, of dat het VN-jongerenvertegenwoordiger zijn is. Dus ik ben heel erg dankbaar dat de Knip er ook voor heeft gekozen om meer te zijn dan een school. Ik merk zelfs gewoon nu nog dat ik nog steeds zeg maar gewoon vrienden heb overgehouden aan al die dingen die ik hier wel gewoon heb kunnen doen. Omdat stiekem is het toch best wel een beetje, via de middelbare school maak je vaak wel gewoon je eerste contactmomenten eigenlijk met de buitenwereld, om het zo te zeggen. Dus daar heb ik ook echt superveel aan overgehouden. Nu heb ik hier 6 jaar op school mogen zitten, maar ik merk gewoon dat wat je hier hebt meegemaakt en wat je hier hebt geleerd, dat neem je gewoon nog voor altijd mee.